Toen mijn moeder en mijn zusje vandaag op bezoek waren, hebben we samen deze superleuke selfie gemaakt. Ik wil hem graag aan de wand hangen, dus we gaan een fotolijstje maken. Kijk, deze heb ik al gemaakt. Want Seppie is natuurlijk mijn allerbeste vriend. En daarom heb jij een speciaal lijstje. Oké, wat hebben we nodig? We hebben nodig een foto, lijm, 12 lange ijsstokjes, een zwarte stift, gekleurde stiften, plakband, touw en natuurlijk glitters. Ik heb deze 12 ijsstokjes gekocht hoor en niet zoveel ijsjes opgegeten. En toen heb ik er al een paar aan elkaar geplakt. Kijk, en dan zien ze er zo uit. Die gaan we nog even een mooie kleur geven. Dus leg er een papiertje onder, zodat je niet de tafel kleurt, oké? Welke kleuren wil ik gebruiken? Dat is ongeveer net als die. Ik maak eerst wat streepjes erop, zodat het een beetje op een zuurstok gaat lijken. Dat zou ik heel gaaf vinden. Heb jij wel eens een zuurstok gegeten? En was hij zoet of was hij juist zuur? En dan wil ik graag deze kleuren gebruiken. Want ik denk dat die kleuren wel mooi passen bij mijn zeppelin. Zo, een beetje mooi oranje. Beetje oranje net als Seppie. Zo. Wat is jouw lievelingskleur? Oh, echt? Oh, dat vind ik ook echt een hele mooie kleur. Ik denk dat ik niet kan kiezen. Zoveel kleuren vind ik mooi. Gele. Zin. Je zet er in. Ik heb de stokjes aan elkaar gelijmd en ze mooie kleuren gegeven. En ze liggen nu in een vierkant en die heb ik aan elkaar vastgelijmd. Het lijkt nu een echt lijstje, hè? Nou, dan kunnen we ze nu lekker gaan versieren. Ik wil er wel een hartje op, want ik hou ontzettend van mijn familie. En een hartje teken je zo. Twee boogjes. En dan twee streepjes recht naar elkaar in een puntje. Dan draai je het fotolijstje om en plak je aan de achterkant de foto. En niet zo, want anders zien we wit, maar met de gezichten naar beneden. En daar gebruik ik plakband voor. Pak maar een goed stuk plakband. En dan zet je die zo vast aan de bovenkant. Heel goed drukken, want anders laat hij los en dat willen we niet. En dat doen we aan de onderkant ook. Kijk aan. En als we dan toch aan de achterkant zijn, maken we ook het touwtje vast. We knippen een stukje af. Zo. Die leggen we bij de puntjes neer. En die gaan we ook weer vastzetten met plakband. Hier. En aan de andere kant ook nog een stukje. Want anders dan valt die van de wand af. En dat willen we natuurlijk niet. En dan draaien we om. En kijk eens. Ik wil hem nog mooier maken door er diamantjes op te plakken. Pak maar een beetje lijm. En dan kun je puntjes zetten overal waar je wel een glittertje zou willen. Ik wil wel een mooie ster hier, want mijn zusje is een echte ster. Ze is namelijk een ster van een grappenmaker. Hier een bloemetje, omdat mijn moeder heel erg van bloemen houdt. En ik ook. Dus ik wil ook wel een bloemetje. Heb je nou ook een leuke tekening gemaakt? Dan kun je hem opsturen naar dit adres hier. Zeppelin.